lieve mensen en welkom bij een nieuwe video. Vandaag ga ik mijn haul opnemen van de maand november 2022. Ik had in principe eigenlijk alleen maar boeken gekocht deze maand. Maar ik heb deze maand ook een action shoplog opgenomen. En ik vertelde in mijn vorige video al dat ik eigenlijk een item was vergeten te laten zien. Dus die laat ik alsnog in deze haul zien. Dus toch nog een... ja, een materiaal in plaats van een kleurboek. Het is dus van de Action. En ik kan het eigenlijk niet helemaal goed in beeld krijgen. Maar dat is deze diamond painting van Avec. Het is een glow in the dark diamond painting. En hij is 30x40 centimeter. Kijk, hier kun je zien dat als je hem in het donker zou neerleggen. Dat deze steentjes dan glow in the dark zijn. Ik weet niet of ze een foto hebben van heel de plaat. Nee, ik denk het niet. Maar het is dus een schattige sneeuwscène. Met een kerstboom. Een huisje of huisjes. En een sneeuwpop. Er staat hier more than 15.000 rhinestones. En ja, het trok me wel aan dat hier glow-in-the-dark steentjes in zaten. En volgens mij was het echt super goedkoop. Volgens mij was dit letterlijk €3,99. En ja, ik ben altijd wel blij met het merk Avec. Altijd gewoon een goed merk met de producten die ze leveren. Hier heb je dus alle kleurtjes die erin zitten. En volgens mij zijn deze twee dan de glow in the dark. Er staat hier, maak je eigen diamanten schilderij. Als je het letterlijk vertaalt, diamond painting. Een diamanten schilderij, klinkt zo raar. Inhoud, strassstenen, pen voor strassstenen. Sorteerbak, siliconenwax, vel met patroon, lijmlaag en werkbeschrijving. Voor zichtbaarheid van het glow-in-the-dark effect dient de diamond painting eerst geruime tijd in het licht gehouden te worden. Ik heb deze begin van de maand gekocht en ik heb ook al een start gemaakt. Echt nog maar een mini start. Kijk of ik hem in beeld ga krijgen. Ik heb het plasticje nog erop zitten, dus hij gaat waarschijnlijk lekker glaren in het licht. Oh, hij past volgens mij precies in beeld. Ik hou hem even schuin. Dit is de painting. Echt super cute. Ik heb hem ongeveer tot hier afgemaakt. Dus dit is allemaal al gedaan. Je kan het niet super goed zien waarschijnlijk. Het verschil tussen wel en niet gepaint. Het zijn ronde steentjes. Ik ben normaal altijd van de vierkante steentjes. Maar ik merk wel dat ronde steentjes gewoon echt een stuk sneller gaan. En ik vind het gewoon een hele leuke plaat. En ik hoop dat ik deze echt voor kerst afkrijg. En dan zal ik hem natuurlijk... laten zien in alles wat ik heb gekleurd in december. Maar dat is nog het item wat ik eigenlijk in mijn shoplog had willen zien. Maar dus per ongeluk vergeten ben. Omdat hij in de woonkamer lag. Ik werk het liefste in de woonkamer. Met deze diamond painting. Omdat hij hier nogal veel ruimte in beslag neemt op mijn bureau. En ik wil hem eigenlijk ook niet oprollen. Ik ben bang dat hij dan heel erg gaat kreukelen. Maar goed. Dus dit is mijn diamond painting van Avec. Ik ga hem weer even voorzichtig wegleggen. En het doosje. Goed, dus dit was eigenlijk het enige item wat ik in november heb aangeschaft. Het gaat jullie misschien verbazen. Ik heb het ook al in mijn vorige video verteld. We hebben natuurlijk Black Friday gehad afgelopen week. En normaal ben ik heel erg fan van Black Friday. En ben ik helemaal gek van koopjes en dingen aanschaffen. Maar ik ben eigenlijk op een bepaald punt gekomen dat ik denk... ja, heb ik eigenlijk nog wel meer materialen nodig? Ik heb genoeg stiften, genoeg markers, genoeg gelpennen. Ik heb gewoon genoeg. En dan zou ik meer kopen voor het kopen zijn, kopen voor de deals. Terwijl ik moet echt even wat materialen gaan leegkleuren. Dus ja, eigenlijk een beetje een saaie haul. Nee, niet een saaie haul, want ik heb echt hele leuke boeken gekocht. Maar niks... voor Black Friday. Niet op kleurgebied in ieder geval. Dus sorry daarvoor als je daar iets van had verwacht. Maar ik heb besloten om dat niet te doen. Dus we gaan lekker verder met de kleurboeken. Ik heb best wel wat kleurboeken gekocht deze maand. Laten we gauw gaan beginnen. Ik heb hier Mystery Circles Christmas. Dit boek is van Sonja Rai. Ja, het valt onder Coloring Books 101, maar de illustrator is Sonja Rai. En dit lijkt een beetje op de cirkels van Eclipse Art. Zoals je ziet, het lijkt heel erg op Eclipse Art.
En links zie je dan de kleurenpalet die elke keer verschillend is, jammer genoeg. En je hebt landscape en portret door elkaar. En ik heb als het goed is al één plaat gedaan. Dat is deze, het schattige engeltje. Super cute. Het is echt een leuke plaat om te doen. En dat zagen we net ook al eventjes. Hier zie je de inhoud en de bladzijdes. Ze zijn namelijk genummerd de bladzijdes. Wat je eigenlijk niet zo heel vaak ziet in kleurboeken. Maar je kan dus precies zien wat op welke bladzijde is. En wat ook een beetje stom van mij was. Want ik had natuurlijk ook al een flipthrough opgenomen. En ik zag pas later bij het editen dat je ook hier gewoon de naam ziet staan. Dus Christmas House. Dit is Christmas Fireplace. Christmas Deer. Dus in principe, je weet al wat je gaat kleuren. Dus stel dat je voor een prompt een bepaald item zoekt. Normaal is dit meer een mystery kleurboek. Maar nu kan je dus heel makkelijk gewoon je item opzoeken. En kleuren. Dus super handig. Super leuk boek. Dit is Mystery Circles Christmas van Sonja Rai. Waar ga ik de boeken laten? Want ik heb net mijn diamond painting gelegd op de plek waar ik mijn boeken wil neerleggen. Doe ik ze even hier zo. Het volgende boek is Kleur op Nummer Special nummer 25 van Denksport. En dit boekje, daar heb ik een abonnement op. En één keer in het kwartaal, dus vier keer per jaar, krijg ik dit boekje binnen. Sorry, we gaan even naar de antwoorden. Ik ging er iets te snel naartoe. Allemaal leuke platen. Vaak hele verschillende thema's door elkaar. Die is leuk zeg. Mooie, leuke winterplaat. Heel cozy. En zo ziet dan een leeg vel eruit. Ik vertel het wel vaak. Je hebt een beetje twee verschillende soorten manieren van inkleuren. Je hebt een beetje de random vakjes. Waarbij je iets beter moet opletten en moet kijken. Het is wat gedetailleerder voor je gevoel. En je hebt deze. Die zijn wat makkelijker. De vakjes zijn wat meer gelijk aan elkaar. Dus is wat makkelijker om het in te kleuren. En dit geeft net even wat meer detail. Dus ja, echt superleuke boekjes. Volgens mij heb ik er nu al 3 of 4 gehad. Of ik moet er nog eentje krijgen. Of ik heb ze nu alle 4 gehad. Ik weet het eventjes niet meer. Maar ik vind het heel erg leuk. En ik wil denk ik mijn abonnement ook wel graag verlengen bij Denksport. Dus dit is kleur op nummer special nummer 25. Heb ik hier een heel leuk boek. De nieuwste van Sarchin Sachdeva. Of nou ja, de nieuwste is het niet meer. We hebben nu alweer een Mystery Circles Christmas, geloof ik. Moet ik nog aanschaffen, maar volgens mij is die ook echt super leuk. Maar dit is de nieuwste in zijn Mosaic Art series. Christmas Patterns. 3x3 mm vakjes. En ja, deze reeks is gewoon hartstikke leuk van hem. En zo zien dan de pagina's eruit. Gewoon een leeg vel met vierkantjes die je moet inkleuren. Links het kleurenpalet. Wat grijs is opgelicht zijn de kleuren die je nodig hebt. Dus van tevoren kun je al je kleurtjes bij elkaar uitzoeken. En ik heb er al eentje gedaan. Kijk hoe leuk. Ik zag deze op de achterkant van het boek. Hier zo. En ik was op zoek naar de handschoentjes. Want het is natuurlijk best wel moeilijk om plaat te zoeken. Als je plaat er zeg maar zo uitziet. Maar ik dacht als ik een beetje de vorm van de handschoentjes kan vinden. Dan vind ik vast wel deze plaat. En dat is gelukt. En het is zo een leuke plaat. Zo kleurrijk. Ik ben er echt wel eventjes mee bezig geweest. Maar echt elke minuut was echt een feestje met deze plaat. Echt heel erg leuk. En ik heb dit ook gekleurd voor mijn scavenger hunt. Ja, echt een aanrader dit boek. Echt heel feestelijk. En ook weer even heel wat anders van hem. Hij heeft natuurlijk wel al meer mosaïek art boeken uitgebracht. Maar deze vind ik vrij uniek. Heel origineel en ja, super leuk van Sachin Sachdeva. Het volgende boek is van Alexandra Francis, Winter Mandala's. Ook weer een heel leuk boek van haar. Ze heeft al een herfstboek, een dessertboek. En heeft ze er nog eentje? Ik weet het eventjes niet meer. Volgens mij niet. Of wel? Oh jongens, ik weet het even niet meer. Zoveel boeken.
Maar in ieder geval, haar stijl is gewoon heel erg leuk. Je hebt altijd een lichte grayscale in haar platen. Mooie dikke belijning. Dus heel chill voor alcoholmarkers of permanente markers. Het is enkelzijdig, dus het kan heel prima met alcoholmarkers. Ik heb hier nog niks in gekleurd. Ik heb wel al een flip-through gedaan. Ja. Dus dit is Winter Mandala's van Alexandra Francis. En toen had ze er nog eentje uitgebracht in dezelfde maand. Winter Chibis. Ook heel erg leuk. Ook hier heb ik nog niks in gekleurd trouwens. Zoveel boeken. Echt veel te weinig tijd. Deze maand was ook best wel een struggle om alles afgekleurd te krijgen. Al mijn prompts. Ik had 22 buddy colors. Echt onwijs veel. En ik voelde best wel een beetje de tijdsdruk deze maand. Ik heb ook echt heel veel gewerkt. Ik werk gewoon fulltime. Ik werk meestal 5 dagen per week. Dus daarnaast YouTube en op tijd alles afkleuren is soms een beetje stressvol. Nee, niet stressvol, maar soms geeft het een beetje een bepaalde druk of zo. Dus ik ga sowieso volgende maand wel even iets rustiger aandoen met buddy colors. Sowieso wil ik natuurlijk een boek vol kleuren volgende maand. Die krijgen we ook zo meteen nog even te zien welk boek dat is. En ik wil natuurlijk mijn prompts kleuren. Dus ik zal waarschijnlijk iets rustiger aandoen met buddy colors. Ik wil er best wel een paar doen. Maar ik wil vooral mijn focus leggen op de prompts. En op het boek wat ik wil volkleuren deze maand. Heel veel zin in. Maar echt een heel leuk boek. Sorry, ik praat weer over hele andere dingen. Maar nee, dit is echt een heel leuk boek van Alexandra Francis. Dus dit is Winter Chibis. Het volgende boek is van Color Questopia. Christmas Patterns Black Background. Ze hebben intussen alweer heel veel kerstboeken uitgebracht voor dit jaar. Er zijn nog bonuspagina's. Ook nog. Ja, hier duiken we in het echte boek. Allemaal verschillende patterns, maar ook complete platen. We hebben witte achtergrond, we hebben zwarte achtergrond. We hebben eigenlijk een beetje van alles en nog wat in dit boek. Ik heb hier nog niks in gekleurd. Maar ja, ik heb onderhand al zoveel boeken van Color Questopia. Ze blijven maar boeken eruit gooien. En ik weet op een gegeven moment ook echt niet meer waar ik moet beginnen. Maar ja, het zijn gewoon hele leuke boeken. En het is voor mij ook wel een beetje de sport om gewoon hun boeken te verzamelen. Ik koop echt niet ieder boek van hun, want het zijn er simpelweg gewoon te veel. En ik vind ook echt niet alles even leuk van hun. Het is ook een beetje persoonlijke smaak natuurlijk. Maar ja, dit is wel echt een hele leuke van hun. Christmas Patterns van Color Questopia. En ik heb nog een kerstboek van hun. Hartstikke idee. Kawaii Christmas. Ook deze is echt super, super leuk. Echt heel schattig. Ik heb ook wel een flip-through gedaan. Van de voorgaande boek heb ik ook wel een flip-through gedaan. Maar dit is precies wat de titel zegt. Het is gewoon kawaii en cute. Zijn we al in het boek? Nee. Heel veel bonuspagina's. Dit papier voelt trouwens echt heel lekker. Heel, lijkt bijna shiny. Het is geen glossy papier, maar dit voelt echt wel heel fijn. Het is me niet eens echt opgevallen. Deze komt uit Italië. Ja, dat verbaas je dan weer. Maar oprecht, hele leuke platen. En ik heb het eerder gezegd, dit is zeg maar die andere illustrator, de nieuwere. In het begin was ik er echt geen fan van. Dat ik echt dacht, ja, ik weet het niet. Dunne belijning en zo. Maar oprecht, ik ben nu fan. Ik ben echt fan. De belijning is dikker geworden. Ze hebben op de zwarte platen een witte belijning om de items heen gedaan. Dus op het moment dat je het inkleurt, vallen ze niet weg. Echt een dik pluspunt. En hoe raar ook, ik heb nog helemaal geen plaat in het boek gekleurd. Het is echt stom, want dit is echt, dit vind ik oprecht echt een heel leuk boek. Deze heb ik al heel vaak gezien op Instagram. Echt een leuke plaat. Veel mensen hebben deze plaat voor een prompt gedaan, voor slay, ice crystals. Dus ja, echt leuk.
Dit is echt heel schattig. Dus dat is Kawaii Christmas van Color Questopia. Heb ik hier Lotus, designed with a splash of color. Dit is van Creative Haven, maar geïllustreerd door Alberta Hutchinson. Ik heb een aantal mandala boeken van haar waar ik heel enthousiast over ben. En dit boek wilde ik eigenlijk al heel lang hebben. Hij was telkens uitverkocht of niet beschikbaar op Amazon of echt heel erg duur. Maar uiteindelijk stond hij er nu voor een normale prijs. En er waren er echt nog 3 beschikbaar. En ik dacht, jup, die is voor mij, gelijk bestellen. Niet over nadenken. En ja, dit is echt een super interessant boek. Ik heb al een flip-through gedaan. Het is een soort van color by colors. Zoals je kent van Kira Sharsneva, van Bright Ideas Paper Publishing. Maar het is nog net een beetje anders. Alle kleuren lopen op elkaar over. Je hebt gekke, interessante vormen. Ik heb nog helemaal geen tijd gehad om hierin te kleuren. Ik ben heel de maand echt druk bezig geweest met buddy colors, buddy colors, buddy colors. En mijn scavenger hunt. Dus ja, ik ben hier echt niet aan toegekomen. Misschien in december, misschien januari, als het allemaal weer wat rustiger is. In december krijg ik natuurlijk ook alle feestdagen weer. Dus ja, geen idee. Maar nogmaals, ik heb wel echt heel veel zin om hier een plaat in te kleuren. Gewoon, ik wil weten hoe het eruit ziet als het gekleurd is. Dit boek prikkelt me op een hele positieve manier. Dus ja, het... Ja, can't wait. Het is enkelzijdig, dus ik kan sowieso alcoholmarkers gebruiken. Dus dit is Lotus van Alberta Hutchinson. Heb ik hier Cute Slots, Color by Number van Sachin Sachdeva, de opvolger van Cute Lama's. Ik heb hier nog niks in gekleurd, jongens. Ook echt nog geen tijd voor gehad, helaas. Maar ook dit is weer helemaal leuk. Allemaal luiaards die echt van alles en nog wat doen. En ook in dit boek heb je dan links het kleurenpalet en alles wat grijs is opgelicht zijn de kleuren die je nodig hebt voor de plaat. Enkelzijdig gedrukt. Deze is echt heel leuk voor kerst. Misschien ga ik deze in december kleuren voor kerst. Papier voelt best wel weer fijn. Ja, redelijk dun, maar niet heel slecht geprint. Ik vind dat dit echt zwart-zwart is. En soms is het een beetje grijzig en dan zie je van die lijnen lopen en zo. Een beetje bleh. Maar dit is best prima geprint. Dus dit is Cute Slots van Sachin Sachdeva. En dan door naar zijn vrouw, Prachidawan Sachdeva. Dit is 25 Christmas Reads of Reds. Ik denk dat het Reads is. Ik weet eigenlijk niet hoe je dit uitspreekt. Ik denk Reads. I guess. I don't know. Maar dit is ook weer een heel leuk boek van Prachi. Ook nog niet ingekleurd, helaas. Maar dit zijn allemaal leuke kerstkrantjes met teksten erin. Leuke afbeeldingen. Voor mijn gevoel heb ik nog niet heel veel ingekleurde platen gezien op Instagram. Misschien heb ik het niet gezien of gewoon gemist. Misschien heb ik het 1 of 2 keer gezien. Voor mij deze. Beleiding is wel vrij dun. Maar misschien met permanente marker, stift op waterbasis. Ja, het is wel heel leuk. Happy holidays. Dus dit is 25 Christmas Reads, denk ik, van Prachidawan Sachdeva. Dan een hele grote favoriet van mij deze maand is Mystery Colors Christmas van Jo Bartels. Ja, dit is gewoon super leuk. Ik heb al een flip-through gedaan. Ik kan even kort de antwoorden laten zien, om je even een impressie te geven van het boek. Dus als je die niet wil zien, moet je even wegkijken, maar... Dit is echt heel erg leuk. Het is zo kleurrijk en mooi. En het is heel chill om te kleuren. Het is niet heel ingewikkeld. Het ziet er heel gedetailleerd uit, maar het is echt goed te doen.
ik heb een plaat gedaan met alcoholmarkers, gewoon met mijn brushmarkers. Dus ja, dat geeft wel aan dat het niet super duper gedetailleerd is. Het is misschien niet perfect binnen de lijntjes gekleurd allemaal, maar het was echt goed te doen. En ja, het ziet er gewoon prima uit. We gaan de plaat zo ook even bekijken. Nou, dit is een voorbeeld van een lege plaat. We hebben volgens mij ook wat landscape platen, denk ik. Ik weet het eigenlijk niet. Nee, volgens mij alleen maar portret. Denk ik, ja. Wat wel leuk is, op iedere plaat zie je links een soort fun fact over hetgene wat je gaat kleuren. Het kleurenpalet is standaard. Dus 1 is altijd zwart. 5 is altijd bruin. 8 is altijd rood. Heel fijn als je gewoon een standaard kleurenpalet hebt. Ik moet zeggen dat trouwens deze wel vrij gedetailleerd was. Dit zou ik niet snel kleuren met mijn alcoholmarkers. Dus dat neem ik terug. Sommige platen zijn goed te doen. Sommige platen hebben wel even iets meer aandacht en precisie nodig. Nee, dit zou ik absoluut niet met mijn alcoholmarkers kleuren. Dit is echt heel gedetailleerd. Maar de plaat die ik heb gedaan. Waar is die? Hij is hier. Deze. Deze was niet super gedetailleerd. Dit was echt een super leuke plaat. Ik moest natuurlijk een snow globe hebben. En toevallig tijdens mijn flip-through zag ik deze plaat voorbij komen. Dacht ik, oh ja, die ga ik echt kleuren voor mijn scavenger hunt. Dus die heb ik gedaan met mijn brushmarkers. En ja, heel eerlijk, als je heel dichtbij kijkt, het is niet super duper netjes binnen de lijntjes. Maar ik heb het plezier gehad met het kleuren van de plaat. En dat is volgens mij ook het belangrijkste. Dat je rust vindt in het kleuren, dat je het leuk vindt. En als het resultaat dan ook mooi is, dat is natuurlijk mooi meegenomen. Maar uiteraard gaat het echt om het proces. En die vond ik echt heerlijk om te doen. Dat is echt een leuke plaat om te kleuren. Wat ik altijd even leuk vind, is dit. Even de achterkant bekijken. Yeah, het ziet er echt leuk uit. Dat is altijd leuk aan alcoholmarkers. Als je een witte backing hebt, komt heel je plaat er doorheen. Ik vind het fantastisch. Gewoon het hele boek is gewoon super leuk. En ik ga zeker weten nog veel meer in dit boek kleuren. Misschien volgende maand. Misschien voor een scavenger hunt. Er zitten genoeg items in die gekleurd kunnen worden voor de volgende scavenger hunt. Dus daar heb ik heel veel zin in. Dus dit is Mystery Colors Christmas van Jo Bartels. En dan het laatste boek. En voor nu een beetje het belangrijkste boek voor volgende maand. Tenminste voor mij en voor degene die mee gaan doen. Dit is Christmas Cuties Pocket Size Coloring Book bij Joshua Dunbar. En dit is gewoon heel cute. En dit boek heeft precies 31 bladzijden. En ik dacht, hoe leuk is het om dit boek als een soort groep buddy color helemaal vol te kleuren. Om te proberen om iedere dag een plaat te kleuren als een soort advent kalender. Het zijn allemaal kleine schattige platen die je merendeel zo hebt gekleurd. Sommige zijn iets meer gedetailleerd. Het is vrij klein. Ik moet even iets dichterbij houden, denk ik. Mensen vroegen ook van, ja, hoe ga je dit inkleuren dan? En wat ga je gebruiken? Je kan van alles gebruiken. Je kan potlood, je kan markers, stiften op waterbasis, krijtjes, gelpennen, verf. Ja, noem het maar op. Je kan alles gebruiken om dit te kleuren. Maar het doel is dus om aan het einde van december, dus op 31 december, dit boek helemaal volgekleurd te hebben. Ik vind het heel spannend. Ik hoop ook echt dat het lukt, dat ik het volhoud. Maar ja, het idee dat ik het samen met jullie ga doen, want er zijn echt wel wat mensen die mee gaan doen, die de uitdaging met mij samen aan willen gaan, vind ik super leuk. Vind ik echt heel erg leuk en gezellig. En ik ga proberen om iedere dag een gekleurde plaat te posten. Al is het in mijn verhaal. Ik weet niet of ik iedere plaat echt als post ga doen. Maar in ieder geval in mijn verhaal ga ik proberen om iedere dag een post uit dit boek te doen. En hopelijk aan het einde van 2022 hebben we dit boek volgekleurd. Lijkt me heel tof en ik ben ook heel benieuwd naar jullie resultaten als jullie mee gaan doen. Dus dit is Christmas Cuties van Joshua Dunbar. En tevens ook het laatste boek. En hij krult lekker omhoog als je ziet. ja, ik hoop dat jullie het een leuke video vonden. Hij komt een beetje laat online. Ik heb het echt druk gehad met werk. Dus sorry daarvoor dat het allemaal een beetje wat trager en later online komt. Ik doe echt mijn best om het allemaal zo snel mogelijk online te krijgen voor jullie. Maar ja, met dat gezegd hebben, dan ga ik dus de video afsluiten. Ik hoop dat jullie het een leuke video vonden. Zo ja, doe dan zeker even een duimpje omhoog.
Ben je nieuw op mijn kanaal? Vergeet je zeker niet om je te abonneren. Zet erbij gelijk een belletje aan. Dan ben je altijd als eerste op de hoogte als ik een nieuwe video online zet. En dan zie ik jullie heel graag de volgende keer weer. Doei doei!